Er is een paard losgebroken. In je keeltje eerst. Ja, er zit echt een enorme kras in de tafel. Goedemorgen! Het is maandag, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Nog steeds een soort halve ziekenboeg hier. Maar we beginnen gezond, want ik ga een shakey maken. Zo, helaas niet afgekregen, maar de weekvlog ben ik aan het editen vandaag. Maar ja, we hebben natuurlijk geen opvang, dus het is allemaal een beetje tussendoor. En Jax is natuurlijk ook ziek. Bart is nu beneden met Jax, maar ik ga hem nu wel even afwisselen, want het is er kort voor 6. Dus ik maak deze vanavond even af. En dan moet ik ook nog een campagne afmaken. En ja, dan moet ik eigenlijk ook nog even helemaal naar mijn moeder in Amsterdam om haar auto op te halen. Want die heb ik morgen nodig om te gaan verhuizen. Want morgen ga ik ook nog verhuizen. Dus ja, het is echt weer een lekkere planning vandaag. Zie, heb je het in de gaten? Bol. Holy moly. Het is koud. Het is echt wat. Het sneeuwde ook al vandaag. Oh man. Ik heb dus een opslagruimte. Gewoon zo'n klein boxje. Ook vlakbij het kantoor waar het nu is. Dus dat is 10 minuutjes rijden. En ik wil ook nog een gedeelte thuis gaan zetten. Hopelijk past dat in één keer allemaal in moeders auto naar huis. Want dat is wat belangrijker dan naar de opslagbox. Want dat kan ik, daar kan ik wel een paar keer heen en weer rijden. Alleen, ja. Kijk nou, mooi zonnetje. Het is echt een bizarre dag gewoon. Rustig. Dat is nog het meest rare. Yo, what's this? Snow on this day? Serieus? Hey. Nou, de dag dat ik ga verhuizen in mijn eentje met deze auto, waar ik al niet echt toppie in rij, remember? Leuk. Wow. Hoe werkt dit allemaal? Ja. Het is dus ontzettend koud. Dus ik heb me goed ingepakt. Ik heb 2 truien aan. Sjaal, jas, muts. Hey, ik heb een opslagbox geregeld. En die ga ik nu van jullie laten zien. En inladen. Meteen even spullen meenemen. Wel super handig. Want ik kan dus je auto hier gewoon binnen zetten. Oké. Box. Hier moet alles in gaan passen. Dit gaat wel lukken. Ja hoor. Nou. Dit is dan wel weer het ene toppunt in het andere. Er staat ineens een meneer hier. Ik weet helemaal. Ik weet niet wat hij hier doet. Oké. Vertel zo even wat er nou net was. Eerst even deze derde lading. En ik denk dat ik hierna nog 2 keer moet. Moeilijk inschatten. Het zat er zo, er was dus een meneer aan het klussen in het kantoor, wat gewoon nog volledig van mij is. Waar ik gewoon huur voor betaal en dat is pas per volgende week maandag opgezegd. Dus ik dacht, wat doet deze meneer hier? Oké, daar ga ik dan met een tafel op mijn hoofd. Oh nee! Er zit echt een enorme kras in de tafel. Oh, het zonde. Waar komt dat van? In godsnaam. Nou, geen idee. Ik ga snel dit wegbrengen. De deuren staan ook open, dus ik vind het best wel eng. Maar goed, het is maar 10 minuutjes rijden. En nu dan een half uur waarschijnlijk. I did it. Het is gelukt. Tada. En hier wordt het veel minder zwaar, want hier heb ik dingetjes om hem op te zetten. Dat wordt wel een uitdaging, maar we gaan dit doen. Oh, kijk die kras. Echt zo zonde. Ik denk dat ik hem gewoon met de tillen ergens langs heb gehaald. Hij is ook zo reetzwaar, hè? Die tafel is nog erger dan die koelkast. Maar hey, het gaat goed hier. Dat moet ik wel zeggen. Ja. Tada! I did it. Nou, nog even een aftershot. Goodbye, goodbye. En ik ben echt trots op mezelf dat het gewoon is gelukt.
Alles is weg. Kopjes weg. Even kijken of het goed gaat hier hoor. Dus ja. Dag paskamertjes. Waar ik helaas niks leuks meer mee heb kunnen doen. Maar ja. Hè? Ik denk dat het wel grappig is als ik hier bijvoorbeeld over een jaartje of zo in deze winkel kom. Een keertje. Om te kijken wat er dan voor winkel is. En dat ik dan denk van oké, zo grappig. Hier hebben we gewoon een paar podcasts opgenomen. Doei! Ik ben bij Legeles Heils. En ik ga even wat textiel, oftewel kleding, droppen hier. Ik heb een beetje pasta gegeten. Ik moest mijn vlog nog even uploaden. Dus dat heb ik even snel gedaan. Hoop dat ik een beetje wat leuks ervan heb kunnen maken. Want nou, ik kan mijn arm niet eens meer. Ik doe hem even omlaag, want ik kan hem niet eens meer omhoog houden. Dan merk je toch wel weer aan je lichaam dat je toch wel niet meer zo sportief bent, hè, de laatste tijd. Althans, ik merk dat nu heel erg voor me echt. Echt mega oud vrouwtje. Elk spiertje in mijn armen voel ik. En mijn rug. Oh, morgen weer nieuwe ronde, nieuwe kansen om lekker te klagen. Want dan ga ik Jax laten testen. Want hij hoest nog steeds. En ik weet het ook allemaal niet. We gaan eventjes Jax laten testen. Hè? Wat gaat de dokter doen? Ja. In je keeltje eerst en dan in je mond. Eerst in je mond, ja. En dan nog heel eventjes een beetje in je neus. Ja, gaat dat goed? Ja. Ja. Er staat een hele lange rij. Nou, dat ging heel makkelijk, hè? Jax ging gewoon op mijn schoot zitten. En toen ging hij even in zijn keeltje en in zijn neusje. En toen was hij klaar en toen kreeg hij een... En een sticker, ja. Mooie apenstickertjes. En een diploma. Hi, ik was net in de supermarkt. En toen dacht ik ineens, weet je waar ik zin in heb? In spinazie à la crème. Dat is echt heel lang geleden dat we dat hebben gegeten. En dan ga ik lekker aardappeltjes koken. Die gewoon lekker gekookt aardappeltjes erbij. Shootje erbij. Gekookt eitje erbij. En deze. Heerlijk zijn die. Je moet wel goed opletten als je deze kookt. Tenminste, als je ervan houdt. Dat het met de kaasvulling is. Dat is echt mijn favoriet. Dus ik heb nu al helemaal zin in het avondeten. Dus ik denk dat ik maar gewoon lekker vroeg ga beginnen met maken. Eerst even de keuken. De rest wel behoorlijk een beetje opgeruimd. Want ik werd vandaag helemaal gek van alle die, zeg maar, die overal lagen. Dus die zitten nu in die doos. Het past nog steeds niet in die doos. Echt veel is het, maar oké. Hoe gaat het met jou verder vandaag? Goed. Goed? Ja. Oké, liefje. Heb je lekker geslapen net? Ja. Goed zo. Ik ga allemaal open. Lekker tomaatjes, hè? Wil je even weggaan, alsjeblieft? Ja, tuurlijk wil ik even weggaan, alsjeblieft. Tuurlijk. Nou, je kan ze gewoon trouwens, je kan ze hier uithalen. En als je ze gewassen hebt, dan pak ik even een kommetje. Hier kan je ze in doen als je ze gewassen hebt. Tadaa, hartstikke. Ik heb me toch een best moederdilemmaatje. Jolaatje, die wil namelijk heel graag, echt heel graag, want ze vraagt nu echt al 2-3 weken, de haar knippen. Maar ik vind haar zo ontzettend mooi lang. Ik ben echt best wel bang dat ze spijt krijgt en ik vind het ook best wel zonde. Nou, ik zei net, ga dan maar even een beetje op Pinterest kijken, dat je een beetje kan laten zien aan mij wat je dan wil. Nou, de foto's die ze liet zien, die zien er wel heel erg mooi uit. Dus ze is al een beetje half lang, ja, tot hier eigenlijk. Ja, ze heeft echt super lang haar. Maar wat doe je dan als moeder, hè? Ga je dan zeggen, nee, wil ik niet, mag niet? Vind ik ook zo wat om te zeggen, mag niet. Ze is al 11, ze mag ook wel een beetje de eigen dingetje, de eigen stijltje. Dus ja, ik denk dat we het maar gewoon gaan doen. Hallo, ik dacht even de vlogcamera erbij pakken. Het is inmiddels alweer 2 uur. Jax ligt te slapen. Wel een lekker ochtendje gehad hoor.
gewoon lekker even wat filmpjes opgenomen, wat mailtjes beantwoord en met Jax gespeeld. Maar vannacht, oh ja, hij had een soort van hoofdpijn gisteravond. Hij heeft uiteindelijk tussen ons ingeslapen, maar vraag niet hoe, want het was gewoon verschrikkelijk. Laten we daarop houden. Klaar met het gezeur, weg met mijn humeur, op naar betere dingen. wat gaan we doen? Wachten op Yola. Een pasfoto maken voor Yola, voor haar paspoort. Jax is negatief. Ik kreeg net een telefoontje. Had ik ook wel verwacht, maar goed. Toch even erbij vermelden. Toch wel fijn om te weten. Dat maakt het oppassen misschien ook weer wat makkelijker voor de ouders. Ik ga ze even informeren. Ik had even wat dingetjes besteld op Shine. Nou, best leuk. Haarbandje is super handig voor als ik een bad curtain day heb. Even kijken waar... Wat wil jij? Daarboven. Ja. Boven de koelkast. Heb jij hier iets gezien wat je wilt? Wat wil je dan? Daar is hij niet. Daarboven. In de koelkast? Ja. Wat dan? Ja, Jax is dus nog thuis. Hij is, ondanks dat hij negatief getest is, durf ik hem weer niet naar de opvang te brengen. Ik wil natuurlijk ook niet dat hij met zijn hoest andere kinderen aansteekt. Dat die ook weer verkoud worden en dat die zich ook moeten laten testen. Dat wil ik natuurlijk niet op mijn geweten hebben. Dus ik hou hem maar weer even thuis. Ik ga zo Yola ophalen over 5 minuutjes en dan gaan we naar de GGD voor een zo'n onderzoek of ze goed groeit en zo. Ja, eigenlijk gewoon een consultatiebureau. Maar dan wil je het in die? Oké, kom maar. Yola en ik waren zo erg aan het kletsen dat ik gewoon met het winkelmandje in mijn arm helemaal naar de auto liep. Dus Yola is die even aan het wegbrengen, maar het ging heel goed. Bij de afspraak, het ging eigenlijk gewoon een beetje over ja, hoe zij in de vel zit en zo. Ik vind het wel goed dat ze dat doen. Even een beetje praten met die kinderen, met een ja, met iemand erbij. Is ook wel eens goed. Er kwamen ook wat emoties een beetje los bij haar, maar ook dat vind ik wel goed dat ze dat kan. Dus nu weer terug naar school. Yola even terug naar school brengen. Wat was dat nou weer? Die mensen moesten lachen, joh, die hier langs liepen. Ja. Even wat voor mij, hè? Ja. Maar bij die deur die we automatisch overdeden, opengaan, deed ik zo. Kijk, ik film het. Zo. Nee, het was 11. Ja, 11. Het ging niet open. Ik zit Ala nu alvast in een hele gezellige vrijdagmiddag event van de Kruidvat. Gehost door Saskia. Saskia Weerstand, dus heel gezellig. Maar ik ben running naar huis, want ik vind het veel leuker om met de laptop lekker met een drankje erbij dit te doen. Dus auto teruggebracht naar mijn moeder en door. Oké, wat we gaan doen voor het eten vandaag. Ik ga deze in allemaal stukjes snijden. En dan ga ik nog even een beetje een soort, ja, hoe noemen we dat? Paneer. Ik ga iets maken met uitgeperste knoflook, waar ik het dan in ga mengen met een beetje olie. En dan gaat het de airfryer in. En dat is heel erg lekker. En ik ga deze proberen, de kroketburger van Vivera, want die zag ik en die wilde ik graag nog een keer proberen. Oh, dit is zo lekker. Heel even een test review van deze kroket van Vivera. Kroket burger. Kroket burger voor op een broodje, maar hij is niet op een broodje. Maar ik kan me voorstellen dat als je op een broodje doet, dan is hij helemaal lekker. Maar hij is echt zeer, zeer goed gekeurd door mij. Aan het testen geweest, namelijk de collageenpoeder van Vital Proteins, een voedingssupplement wat dus bestaat uit collageenpreparaat. Ik heb deze, die heeft helemaal geen smaak, die kun je dus eigenlijk
overal doorheen doen. Dan heb ik deze. Dat is om hele lekkere matcha thee te maken. En ik heb deze, dat is de creamer. En die kun je bijvoorbeeld door je koffie doen of iets anders. Maar wat vind ik zelf nou het meest opvallen? Nou, vooral mijn haar. Mijn haar voelt echt steviger, gezonder. Collageen is ook gewoon echt ontzettend goed voor je nagels, je haar, je huid. Het neemt ook af vanaf je 25ste levensjaar. En ik ben alweer 36. Maar het is toch heel erg fijn om dan een beetje te kunnen boosten hiermee. Ik heb echt het idee dat ik meer shine. Dat het gewoon net even wat rustiger is en minder droog, heb ik het gevoel. Ik heb normaal hele dunne nagels van mezelf. Maar ik heb wel ook echt het idee dat ze sterker zijn. Dat is heel erg mooi. Ik ga het in ieder geval blijven nemen. Dit is mijn favoriet. Omdat ik het dus elke dag dan lekker door mijn ochtendshake kan doen. En de dagen dat ik het vergeet, doe ik het lekker met de thee. Dus dit zijn wel de twee die ik het meest gebruik. De beauty komt gewoon het meeste van binnen. Dus soms kun je blijven smeren wat je wilt. Maar om van binnenuit te werken aan je huid vooral, werkt toch het allerbeste. En daar is dit gewoon een hele mooie aanvulling voor. Dus dit en natuurlijk ook goed eten. Ik wil dus heel graag naar staakcaravans gaan kijken. Ook gewoon omdat we dan even wat doen, weet je wel. I want to get out of the house. Really. I am getting crazy. Het maakt me niet meer uit. Ik ga gewoon wat doen vandaag. Nog even denken wat. Wow, het ziet er vet uit. Wow, vet. Nee, je ziet er ook niet met het licht. Maar op die TikTok zag je het wel. Ja. Oké, laten we sushi eten. Ja, we gaan sushi eten. Lekker. Gezellig. We gaan gewoon midden op de dag. Ah. Midden op de dag sushi eten. Daar ga ik. We gaan even... Ja, ik had gisteravond had ik wat sushi besteld. Maar ik had... We hadden genoeg eten al. Dus we hebben dit gewoon voor lekker voor nu. Oh, hoe fijn. Ik heb echt een beetje een soort moeite met de saaiheid van de dagen. Jezus. Even lekker erin gedoopt, wat? Hé, de regels van Floor zijn weer nieuwe. Echt? Ja. Maar god, ga naar beneden. Wow, wat leuk. Een heel nieuw seizoen. Ja, regels van Floor, onze favoriete serie. Vorig jaar heb ik in één dag uitgekeken, hè? Zie. Ja, ik kan het ook echt niet, hè? Ze is echt wat ouder geworden nu ook, hè? Zie je. Hey Floor, morgen ben jij jarig. Ik ben benieuwd waar jij morgen mee komt. Oh jee. Heel lekker, hè? I gotta tell you something I could do. I could be running or I'm chasing you, but I won't. Nu ga ik even lekker mijn chill outfit aandoen. Zaterdagavond. Zo. Heerlijk. Even Jola de haar filmen hoor. Nu het nog kan. Dit ga je toch niet knippen? Dan ben je toch helemaal van Lotje getikt? Maar ja, we hebben net de afspraak gemaakt bij de kapper voor volgende week. Oh. Week? Bedoel toch aankomende woensdag? Ja, volgende week is dat. Ja, eigenlijk een soort van. Kijk, dan komt de web. Oh, boy. Ja. Goed zoeken. You can try. Cry, hè? Huh? Cry. Cry? Cry. Try, dat zei ik. Ja. Ja. Anyway, wij zijn. Hallo, wij zijn. Oh, onder de weg. Onder de weg. Nee, zie je mij hier. We zijn eindelijk. Eindelijk. Even de deur uit. Yeah. Weken. Oh. Nou, precies weken. Wel, met z'n allen. Even de deur uit, zo, zoals dit. Het enige wat we hebben gedaan is een boswandeling. Dat is al 2 maanden of zo hoor. Met allen. Dat is al 5 maanden. Ja, 6. Het is al 3 jaar. Ja, nu zit je lekker met je handjes. Nee, nee.
Hoe lang, Jax? Hoe lang is het geleden? Oh, grappig. Ja, heel grappig. In ieder geval... Deze bril is echt veel te groot. Ik heb hem gewoon voor de lol op. Maar in ieder geval... Wij gaan naar een sta-caravan kijken. Hoe leuk! Toch? Leuk uitje. Ja! Eens even kijken of die groot genoeg is voor ons. Daarna gaan we tot naar Oosterwold. Daarna gaan we nog even langs Oosterwold waarschijnlijk. Even kijken hoe het allemaal loopt. En er is ook een zonnetje ergens daar ver. AAA. Credits are right. Nou, we hebben hem gekocht. Welke is het ook weer? Deze. Deze? Nee, toch? Wel deze. Oké. Okay. Toch? Nee, dit is die. Oh. Dit is die eerste. Ik wil hier. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, die was het. Ja, ja. Nee. Oh, wow, ik ben er voor. We zijn helemaal in de war. Nee, dit is hem niet. Nee. Oh, nee. Dit is een. Dit is een. Oké. Spiegeldingetje. En make-up ding. Ja, dat was wel iets. We gaan het helemaal make-overen. En dat is wel nodig. Zeker, want sorry, maar nu zit het er heel oud uit. Nou en? Dat is heftig, hè? Ja, hè? Ja, in de badkamer. De badkamer. Die heeft nog wel wat opknapheid nodig. En toen was Jax aan het slapen, dus we moeten een beetje stil zijn. Maar we hebben een sta-caravan gekocht. Ja, zodra de grondoverdracht is geweest en de weg is er. Nou, eigenlijk zodra de weg er is, kan de sta-caravan naar ons kavel worden gebracht. En dat zal ergens mei zal dat zijn. Dus dan kan ik beginnen met hem opknappen en dan hebben we ons huis ook nog. Dus dan kan ik gewoon alvast even een paar weekendjes er naartoe gaan om dat ding even lekker mee te gaan maken. Maar ik ben in ieder geval heel blij, Bart ook, dat we weer een stapje verder zijn. Dus... Oh. Kijk eens even. Oh. Vier kroketten. Vier kroketten? Vier kroketten. Vier kroketten? Nee. Vegan kroket. Oh. Oh. Oké. Ik dacht vier kroketten. Oh. Ja, dat dacht jij weer. Hè? Maar dat roze kleed ga ik neerleggen. Dat persen kleed, weet je wel. Mm-hmm. Helemaal leuk gaat worden. Echt. Allemaal van die smack dingetjes, een beetje retro-achtig, van die lampjes in de lucht. Een van onze buren die hebben gisteren de kavel afgezet, dus we kunnen nu onze weg een beetje zien. Hier langs de paaltjes en dan woep, die kant op. Dat is zo'n beetje de nieuwe weg. Koud hè, Jax? Was je nodig? Er is een paard losgebroken. Oh nee, van wie is die? Hij gaat er vandoor. Oh, er gaat al iemand achterna. Oh, er komt iemand rennen daar. Oh jee, die moet wel hard rennen. Hij is echt heel ver. Die mensen zijn er achteraan aan het rennen. Dat is een hele sensatie. Ja, het paard. Was er een paard? Hier is een paard. Hier. Het paard is nog steeds kwijt. Het paard is nog steeds kwijt. Een beetje eng aan de boel. Dat voelde zo zwaar. Nou, wat een avontuur jongens vandaag. En dan kreeg ik net nog een berichtje dat het paard... weer veilig op stal staat en ongedeerd is en er zelfs een beetje tevreden uitzag. De caravan is gekocht. Ik mag ook, het is best wel ver waar die staat nu nog, maar ik mag eventueel wel al er naartoe
om hem op te knappen, want hij is al gewoon echt van ons. Ja, over een maandje of zo, dan kan ik echt daar weekendjes al op de kavel zijn. En dit huis hebben we dan nog wel een tijdje. Tot augustus hebben we dit huis nog. Maar we willen wel in de zomervakantie daar gewoon heel veel zijn. Dus voor de zomervakantie heb ik dan nog om het helemaal klaar te maken. Zodat we daar echt kunnen verblijven. En dan na de zomervakantie, als Jola ook daar al op school gaat. Dan wordt het al echt even een beetje lastig. Omdat we hebben nog niet alle voorzieningen daar qua water en stroom. Dat is nog een beetje beperkt. Ik denk dat we een soort tank neerzetten voor het water. En stroom zouden we misschien kunnen aftappen van buren. En anders moeten we even wachten tot we bouwstroom hebben. En dan kunnen we dat misschien gebruiken. Dus dat is allemaal nog een beetje lastig hoe we dat allemaal gaan doen. We worden echt een beetje kampeerders live. Al onze inboedel, al onze spullen moeten we natuurlijk ook gaan opslaan. Ja, het zijn echt ontzettend spannende tijden die nu gelukkig eindelijk gaan aanbreken. Want ik heb er echt ontzettend veel zin in. Maar ik denk dat ik me ook wel heel erg bewust moet zijn van dat ik nog heel even kan genieten van dit lekkere huisje. En al mijn spulletjes en mijn ruimte en mijn luxe. Zoals douchen, vaatwasser, je kent het wel. Omdat we straks echt voor een hele lange tijd toch wel een soort echt camping life gaan leiden. Maar ik heb er heel veel zin in. Dankjewel voor het kijken naar deze vlog. Geef zeker even een duimpje, daar help je mij mee. En abonneer om niks te missen. En op tijd een melding te krijgen.